zal ik maar zeggen. De vraag is, kunnen die kinderen nou weer gewoon terug naar huis? Dat is afhankelijk van of dat in hun belang is. En wat heel erg speelt in deze discussie is het onbeschrijfelijke leed wat de ouders is aangedaan, wat kinderen is aangedaan. Maar nu zeggen kinderen moeten terug naar huis omdat ouders leed is aangedaan, dan kijk je niet vanuit een kinderrechtenperspectief. Kinderen gaan terug naar huis als dat het beste is voor het kind. En dat onderzoek je deskundig. En dan kijk je naar die dingen die ik net genoemd heb. Hoe zit het met school? Hoe zit het met kwetsbaarheid? Hoe zit het met familiebanden? En wat is de beste plek voor het kind? En je kijkt hoe kan dat thuis gerealiseerd worden? En hoe is dat op de plek waar het kind nu zit? En als je het kinderrechtenverdrag volgt, dan kies je voor het besluit waar het kind zich het beste kan ontwikkelen. Ja. En dat moet de kern zijn. En nu is de kern van de discussie. Er is leed aangedaan. Dat is verschrikkelijk. En nu moeten de kinderen naar huis. Maar kinderen gaan alleen naar huis als dat goed is voor die kinderen. En wat ik hoor en wat ik ook lees over het team, want ik heb nog geen kind gehoord. Ik hoor ouders, ik hoor professionals, ik hoor politici. Iedereen roept, kinderen moeten terug naar huis. Maar wat zeggen die kinderen zelf? Nou ja, ik spreek met kinderen, gewoon kinderen in het algemeen. Hè. Ik heb in de afgelopen 5 jaar heel veel uit huis geplaatste kinderen gesproken. Ik weet niet of ze met toeslagenaffaire te maken hadden, maar met gewoon uit huis geplaatste kinderen. Dan hoor ik ook de kinderen die zeggen, mijn ouders kunnen niet opvoeden. Of mijn ouders zijn geen goede opvoeders. Of ik werd thuis mishandeld. En dat zijn dat is een moeilijke boodschap. Maar kijk, wat ik begrijp is dat als jij van het ene moment op het andere in de schulden geduwd wordt, dat invloed heeft op hoe jij hoe jij opvoeder bent. Ja. En dat maakt dat jij niet meer de opvoeder bent die jouw kind